Ja, eigenlijk kennen Seven en ik kennen elkaar vanuit de kickboxwereld. Vooral Zonnehuis toen de tijd. Daar zijn we eigenlijk in contact gekomen, ja. Nooit meer contact verloren. Ja, op al die jeugd-events zeg maar, rondliepen, vandaar kennen we elkaar. En eigenlijk daarnaast hebben we altijd onze vriendschap eigenlijk ook voortgezet. Ties is een hele goede jongen, man. Rustige jongen. Niet zoals de meeste vechters. Hij is wel gewoon wel bespraakt, maar niet per se brutaal of heel druk in de media. Dat zie ik hem wel, vind ik. Seth is onlangs gestopt met de rapper. Hij is nu eigenlijk volop bezig met vechten weer. Hij wil de draad weer oppakken. En ja, als we natuurlijk aan het trainen zijn, leer ik hem natuurlijk wat dingetjes en wat kneepjes en wat dingen die hij misschien een beetje verleerd is, weet je. En ja, hij pikt het snel op en ja, hij is goed bezig. Ja, ik vind Ties eigenlijk een hele complete vechter, man. Er is niet één ding wat ik van hem zou kunnen leren, snap je? Ik denk op alle vlakken zou ik wel wat van hem kunnen leren, maar ik vind dat hij onze box heel erg favoriet is. Mijn tegenstander is Kaito Ono. Hij is een kampioen van RISE. RISE is een organisatie in Japan. 18 wedstrijden ongeslagen, zoals ik zeg maar, begrepen heb. En ja, daar wel een grote jongen. Maar hier in Nederland gaan we even laten zien dat we uit ander hout gesneden zijn. Ik ben wel benieuwd wat die tegenstander gaat brengen, man. Ik heb wel een paar partijtjes van hem gezien. Dus wel, interessante matchup. Ja, ik denk niet dat er een reden is om niet te kijken 19 augustus, man. Ik denk dat we allemaal hebben gezien wat hij doet. Die jongen die ze nu hebben gehaald is ook een goede jongen. Dus ik denk dat het een knalpot wordt, maar als je nog geen kaartjes hebt, al je kaartjes. Zorg dat je 19 augustus gaat kijken. Videoland, of waar dan ook, waar je in de wereld bent. Zorg dat je een stream opzoekt. Want 19 augustus wordt het vuurwerk in Ahoy Rotterdam. Ik heb er zin in. Dus zorg dat jullie allemaal gaan kijken. Dat wil je niet missen. En 5 times.